Hoor je welkom bij een nieuwe video. Abonneer je zeker even op het kanaal van Kim. Hoeveel langer je dan bent voor hem. Volgens mij elke keer dat ik jou zie ben je net 1, 2 centimeter lang. En ik zou zeggen, wil je meer zien? Abonneer dan op het kanaal van Kim. Ja, daar gaat het dan. Subscribe to the YouTube channel and be a best. Hoi, welkom bij een nieuwe video. In deze video ga ik 24 uur alleen maar rolls eten en gebruiken. En jullie kennen misschien wel de challenge. Ik heb namelijk ook wel een keertje met de letter K gedaan. Maar ik vond het heel erg leuk om het ook nog een keertje met een kleur te doen. Dus daarom vandaar de roze. En ik heb een paar kleine uitzonderingen die ik kan maken. Want het is gewoon het groot voornamelijke deel ga ik gewoon rolls eten. Maar als het echt niet anders kan, bijvoorbeeld een broodje... dan eet ik wel gewoon een andere kleur, maar dan zorg ik ervoor dat het beleg dan weer roze is. Dus het komt goed in ieder geval. Ik sta nu namelijk voor de supermarkt en hier zo ga ik alvast het eten halen, want ik heb nog helemaal niks gekocht. Dus laten we naar binnen gaan om het eten te halen en dan kan de challenge echt beginnen. Nou, ik ga voor 3 maaltijden, lunch, avondeten en morgenochtend natuurlijk nog wat eten. En het tussendoortje. Maar ik ga nu eerst voor de lunch. Want brood heb ik thuis al, dus dat hoef ik niet te halen. Maar iets voor beleg, dat is best handig om te halen. Dus iets van leverworst of smeerworst kunnen we natuurlijk best wel halen. En aangezien ik smeerworst al thuis heb, kan ik hier leverworst halen. En natuurlijk ook lekker als tussendoortje. Dus ik zal hem even pakken. Nou, ik ben nog even aan het zoeken voor broodbeleg en check wat ik zie. Allemaal soorten kleuren, roze hagelslag. En ik hou echt van deze hagelslag. Ik heb hem al af en toe thuis gehad. Het is echt speciaal, maar ik heb hem dus nu niet. Dus deze gaat mee. Nou, ik moet natuurlijk ook wat drinken. En Fris is natuurlijk roze. En ik vind het super lekker, dus die moet mee. Nou, ik ga morgen ook nog sporten. Dus een beetje vitaminewater tijdens het sporten is ook wel handig. Dus die neem ik ook mee. En natuurlijk in de kleur roze. Nou, dit is natuurlijk heel handig om toetje of als gewoon lunch te doen. Vla, dat is best wel lekker en roze dus helemaal goed. En hij is nog eens in de korting, dus nog veel beter. En wat we natuurlijk absoluut niet kunnen vergeten in deze challenge zijn de roze koeken. En dit zijn nog ook deze, de grote, want normaal heb ik altijd kleintjes en deze zijn groot. Dus helemaal goed, dus deze gaan ook mee. Nou, voor het avondeten heb ik natuurlijk ook iets nodig en daar heb ik de bakspullen voor nodig. Maar wat ik wil ligt hier niet, dus ik ga even naar een andere winkel. En terwijl ik naar die andere winkel ga, vergeten jullie niet om op de abonneerknop te drukken. En dan gaan we nu snel door naar de volgende winkel. Ik denk dat ze vinden dat we iets te veel roze spullen hebben, want we mogen nog niet afrekenen. Nou, ik sta nu in de Albert Heijn en zoals ik jullie in de deken al zei, ik kon daar bij de bakspullen iets vinden wat ik niet kon vinden. Maar hier hebben ze het wel, het is namelijk kleurstoffen. En als jullie willen weten wat ik hiermee ga doen, wacht dan tot vanavond, want dan ga ik ze gebruiken. Nou, ik heb toch nog een hele leuke snack hier zo in de Albert Heijn gevonden en dat zijn natuurlijk... roze donuts, dus die mag natuurlijk niet ontbreken in deze challenge. Nou, ik heb natuurlijk al vla, maar ik kwam iets tegen. Het is roze, het is ijs, het is een magnum, het is ik neem het mee. Het zijn namelijk hele schattige kleine ruby magnums, mini magnums. En ze zijn in roze en ik vind ruby chocola best wel lekker, want het is eigenlijk witte chocola met een smaakje. Maar kijk hoe leuk dit er gewoon uitziet. Nou, dit is alles wat ik heb gekocht. Op zich is het niet zo heel erg veel, maar dat komt natuurlijk omdat ik thuis al best wel veel heb liggen wat al roze is. En ik ga nu beginnen meteen met de challenge en ik begin gewoon lekker met een broodje. Nou, ik heb mijn lunch klaargemaakt en zoals je ziet staat hij al achter me. En ik vind echt zelf dat ik het heel goed gedaan heb. Ik heb namelijk een wit bolletje met leverworst en een duivenkater met jam. Ik weet niet of jullie veel van jullie weten wat duivenkater is, want het is echt iets Zaans hier zo. Maar het is eigenlijk gewoon heel erg luchtig wit zoetig brood zonder korstjes. En meestal eet je daar jam, pindakaas of dat soort dingen op. En het is eigenlijk best wel lekker. En het lijkt een beetje de jam er zo op als roze. En natuurlijk heb ik mijn fristie. Dus dit is een geslaagde lunch. Nou, het is inmiddels alweer een stukje later. En ik heb op zich wel wat honger gekregen. Maar niet zin in een broodje of dat soort dingen. Maar ik had zin in een roze koek. Dus ik ga even lekker deze roze koek opeten. Maar ik heb ook dorst. Dus achter me zie je al de Fanta staan. Die ga ik er ook bij drinken. En ik ga weer lekker door eten met het roze. Nou, zoals ik al beloofd had, ging ik iets doen met de kleurstoffen. En daar zijn we nu bij het punt aangekomen waar ik het ga gebruiken. Ik ga namelijk de rode kleurstof gebruiken om van
dit pannenkoekenbeslag roze pannenkoekenbeslag gaat maken. En daarna ook roze pannenkoeken. Dus ik ga even nu de kleurstof bij het beslag doen. En dan hoop ik dat het heel mooi roze wordt. Dus gewoon een beetje erin. Oeh. Moet niet te veel zijn natuurlijk, want dan wordt het rood. Dat willen we niet. Oké, nu ga ik het even doormixen en ik hoop dat het heel mooi wordt. Oeh. Wauw, dit is echt mooi roze. Oh, er zit nog allemaal kleurstof in. Nou, dit is het beslag uiteindelijk geworden. Ik heb hem iets roziger gemaakt dan wat jullie net zagen. Omdat je bakt hem natuurlijk ook nog en dan wordt hij wat bruiner. Maar je kan veel zeggen, maar dit is wel echt roze. En hij is echt heel goed gelukt. Nou, ik heb de pan even voor laten verwarmen, dat hij even lekker warm is. En nu is het tijd om het beslag in de pan te doen. Dus gaan we roze pannenkoeken maken. Nou, de eerste pannenkoek is klaar, dus ik leg hem even in een soort pannetje waardoor hij warmer blijft. Zo. En nu wacht ik op de andere. Nou, het eten is klaar, dus ik ga lekker mijn pannenkoek klaarmaken. Is heel mooi roze geworden. Dat is sowieso goed. En nu ga ik met stroopret en poederpret van Leentjes, roze natuurlijk, op mijn pannenkoek doen. Want ja, het is super lekker en roze. Tadaa! En nu natuurlijk lekker opeten. Oh, dit ziet er heel gaaf uit, zo helemaal roze. Gewoon een normale pannenkoek met poedersuiker. Nou, ik heb de pannenkoeken even laten zakken, want die vulden op zich wel. Maar nu is het tijd voor het ijsje. En ik ben heel erg benieuwd, want dat is natuurlijk roze. Dus laten we kijken. Ik heb hem ook nog niet gezien. Ah! Wat cool! Hij is zo mooi roze. En ik moet hem natuurlijk ook nog proeven. Dus ik ga even een hapje nemen. Binnenkant is gewoon vanille. Maar buitenkant is ruby chocola. Ik vind het zelf echt heel erg lekker. En het is echt een aanrader als je ook een beetje van die ruby smaak houdt. Maar super lekker in ieder geval. Nou, ik heb dit niet gekocht. Maar ik vind het altijd wel lekker in de avond om een lekker bakje chips te doen. Maar het enige wat roze chips een beetje is zijn suikernootjes natuurlijk. Dus die kan ik nemen. Nou, het is inmiddels alweer de volgende dag. Want gisteravond heb ik gewoon lekker mijn suikernootjes opgegeten. En daarna was ik eigenlijk best wel heel erg moe. Dus ben ik gewoon naar bed gegaan. Omdat het dus best wel laat was. Maar het is inmiddels de volgende dag. En ik moet natuurlijk straks sporten. Maar ik wil eerst nog even ontbijten. Dus dat ga ik natuurlijk weer doen met de aardbeienvla. En deze ga ik even lekker opeten. En ik denk dat ik er nog iets van fristie of zo bij ga drinken misschien. En daarna moet ik al naar sporten. En is eigenlijk de challenge al voorbij. Dus het gaat best wel snel. Ik vond het wel heel erg leuk en heel erg lekker. Dus ik ga even lekker mijn vla opeten nu. Nou, ik heb net even een paar happen van mijn vla gegeten. Alleen ik was even vergeten dat vla best wel heel erg zoet is. Dus lekker zoet ontbijtje. Ik had het namelijk, ik neem normaal altijd yoghurt of brood. Dus vla is even wat anders. Maar wel lekker. Alleen een beetje zoet. Nou, ik ben nu bij de sportschool waar ik normaal sport. Zoals je achter me ziet is dat leeg. En ik moet natuurlijk ook wel drinken. Dus ik heb dit vitamine water natuurlijk die ik had gekocht. Die neem ik ook mee. En dan ga ik even lekker sporten. Nou, ik heb net gesport en lekker gedoucht, dus ik ben weer helemaal opgefrist. Maar het is ook alweer bijna het eind van de challenge. En daarom ga ik deze challenge afsluiten met een heerlijke roze donut. Ja, net zoals ik al in de winkel zei, deze kon echt niet ontbreken in de challenge. Dus lekker de roze donut ga ik nu opeten. Dus vond je het een leuke video? Doe natuurlijk zoveel mogelijk. Duimpjes omhoog, abonneer op mijn kanaal en zet natuurlijk een vet leuke reactie onder de video. En dan zie ik je in de volgende video weer. Doeg!